In deze video wil ik het hebben over het examenonderdeel gebruik van lichten. Ga jij voor het eerst een examen afleggen? Zeker de moeite waard, want ik zal de belangrijkste lichten met je behandelen en, zoals je van ons gewend bent, ook combineren met examenvragen. Vragen die je elk examen kan verwachten. Het eerste licht dat ik met je wil behandelen is je dimlicht. En dat heeft dit symbool. Dit is je nummer 1 verlichting, je standaard verlichting. En je dimlicht voer je altijd en overal. 'S morgens, 's middags, 's avonds, 's nachts. Nummer 1 verlichting, standaard verlichting. Een vraag die je elk examen kan verwachten is: je rijdt in een tunnel met dimlicht. Mag dat? Wat zeg jij dan? Ja, want je dimlicht is nogmaals je nummer 1 verlichting, je standaard verlichting. En die voer je altijd en overal. 'S morgens, 's middags, 's avonds, 's nachts. In een tunnel, buiten een tunnel. Het tweede licht dat je echt moet kennen is: je mist achterlicht. En je mist achterlicht mag je alleen voeren bij zicht minder dan 50 meter. Dus stel je voor, jij rijdt in de auto en voor je zie je een dikke mistbank. En je kan nog niet eens 50 meter vooruit zien, alleen dan mag je je mist achterlichten voeren. Zie je tijdens het examen de volgende vraag voorbij komen? Je rijdt in de regen met je mist achterlicht aan. Mag dat? Wat zeg jij dan? Het antwoord is nee. Nooit, maar dan ook nooit je mist achterlichten voeren in de regen. Waarom niet? Je krijgt een remeffect. Het lijkt of je continu je remmen intrapt. Maar dat is niet zo. Jij hebt alleen je mist achterlichten aan in de regen. En dat mag nooit. Je weet nu wat je mist achterlichten zijn, maar je hebt ook je mistlichten aan de voorzijde. En let op, je mistlichten aan de voorzijde mag je alleen voeren bij zicht minder dan 200 meter. Dus nogmaals, jij rijdt in de auto, je hebt een dikke mistbank voor je en je kan niet meer dan 200 meter vooruit zien. Dan voer je mistlichten aan de voorzijde. En let op, mistlichten aan de voorzijde mogen gevoerd worden bij mist, regen of sneeuwval als het zicht minder is dan, antwoord weet je nu, inderdaad C 200 meter. Maar belangrijk wat jij deze vraag kan opmaken is dat je mistlicht aan de voorzijde wel aan mogen bij slecht zicht door middel van mist, regen of sneeuwval. En het laatste licht dat je echt moet kennen is je grootlicht. Dit is het symbool van je grootlicht en je grootlicht mag je alleen voeren in de nacht of donker, zolang je niemand verblindt. Dus, je rijdt hier met grootlicht, mag dat? Het is hier donker, maar je hebt te maken met een tegenligger. Antwoord nee. Grootlicht nogmaals, alleen in de donker of de nacht, zolang je niemand verblindt. Wat je ook echt moet weten is dat je remlichten rood of ambergeel moeten zijn. Het derde remlicht moet altijd rood zijn en die vind je meestal aan de bovenkant van je achteruit. En tot slot heb je nog je achteruitlichten en die moeten wit of geel zijn. En wil je graag het juiste antwoord op elke examenvraag hebben? Check dan de videocursus, daar behandelen we alle CBR onderdelen en de examenvragen die je kan verwachten, zodat jij ook in één keer slaagt.